Precious when you smile. Yeah. Hit it from the back and drive you. Hallo, wat leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is inmiddels een maand geleden, denk ik. Misschien wel, nou, ik denk langer. Het is langer geleden dat ik heb gevlogd. Dat is natuurlijk niet zo best. Maar ja, ik heb eigenlijk niks echt gehad om te vloggen. Ik neem jullie even mee naar de afgelopen weken. Het is inmiddels 4 weken nog tot mijn NK. En je zou denken, Lies, dan heb je toch superveel motivatie en zin om te trainen. En dan gaat het toch goed en alles. En nee. Nee. Maar dat zeg ik nou ook wel weer. Maar mijn koppie is gewoon een beetje vervelend af en toe. Als het dan een keer iets niet gaat, dan zit ik er gelijk weer doorheen. En dan denk ik gelijk van, oh, kan het niet. Terwijl als het dan wel goed gaat, ben ik weer hartstikke blij. En nou, nu heb ik toevallig de afgelopen week echt een heel vervelende week gehad met trainen. Het ging eigenlijk allemaal niet echt. Ook een beetje mijn eigen schuld omdat ik 2 trainingen had omgedraaid. Doet er verder niet toe. Maar ik dacht, laat ik jullie even volgooien met een leg/booty workout. Met alleen maar een barbell. En nu ik het zo bedenk, is het eigenlijk helemaal niet relevant. Ik lul dus een heel verhaal over mijn wedstrijd. En dan vervolgens denk ik, laat ik jullie volspinnen met een booty workout. Nou ja, het idee is dus, ik zou eigenlijk vandaag gewoon een deadlift training moeten doen. Of een training van mijn schema. Maar 1, ik heb mijn schema van mijn coach nog niet terug. Met de update die ik heb gestuurd. En 2, het is zo ontiegelijk warm. En ik denk dat ik er voor mezelf beter aan doe om nu eventjes gewoon wat dingen te doen die ik heel leuk vind. Sorry voor het lange verhaal. Als je nog steeds kijkt, ben ik echt heel trots. Het lijkt me dat ik soms een vermoeiend persoon ben om naar te luisteren. Ik sta hier trouwens in de CrossFit box. Dat is misschien ook wel leuk, omdat je hier dus eigenlijk echt alleen maar een barbel en zo hebt. En stangen en dit soort dingen. Ja, wel echt heel leuk. Dus ja, yeah, let's go! Wil ik heel even duidelijk maken dat de training die ik dan nu ga doen, is niet hoe ik normaal gesproken train. Ik train volgens het Bayesian Bodybuilding. Dat wil zeggen dat je eigenlijk gewoon een bepaald volume toedient per dag, per spiergroep. Dus uiteindelijk per week. Wat erop neerkomt dat ik eigenlijk elke dag meerdere spiergroepen train. Dus ik heb niet zoiets als leg day, back day, bicep, chest day ofzo. Dat deed ik eerst wel. Maar daar ben ik nu compleet van afgestapt en het werkt voor mij heel goed. Maar de training die ik nu doe, zo train ik normaal gesproken dus niet. Als je er vragen over hebt, mag je mijn bericht sturen hieronder. En misschien dat ik daar ook wel een keer een vlog over maak. Denk ik. Ik ga hem opbouwen naar 100 en dan gaan we 5x5 doen, want ik blijf toch een powerlifter. Dus ik heb er niet zoveel aan als ik 10 herhalingen of 12 herhalingen ga squatten. Ja, het is heel vermoeiend.
Maar ik hoef uiteindelijk ook maar 1 herhaling op de wedstrijd te doen. Dus ik blijf zo dicht mogelijk bij die 1. Dus ik ga 5x5 doen met 100 kilo. Ik ga wrist wraps op mijn polsen doen. Want zoals je misschien zag, ik heb een low bar squat. En dat wil zeggen dat die meer onder, ja, meer naar onderen ligt, zeg maar. Dus niet echt in je nek, maar meer eronder op je, ja, bij je schouders daar zo. En het gevolg is dat ik dan best wel last van mijn polsen krijg. En ik ga denk ik ook mijn belt omdoen, just to be sure. Ja, let's go! Ik ben helemaal bezweet en ik heb ook even shirtjes gewisseld, want op een gegeven moment bleef hij niet meer in mijn rug liggen, die barbel, want hij plakte. Maar goed, we moeten snel door. Oefening 2, stiff-legged deadlifts. God. En dan hebben we op het menu Bulgarian split squats, walking lunges en of course de hip thrust. Ik ben ook echt super origineel. Dit is natuurlijk helemaal niemand. Ik heb gewoon 2 batterijen ook, maar die zijn nu allebei leeg. En nu ben ik halverwege mijn vlog en moet ik weer het opmaken met mijn telefoon. Maakt niet uit, ik moet nog 1 oefening. Namelijk de hip thrust. De belangrijkste oefening ever. Het is ook gelijk mijn lievelingsoefening. Dus ja, let's go. Oké. I hate to be a pussy. I hate to be a pussy. Maar we hebben hier geen kussentje voor de hip thrust. En ik heb ook geen handdoek bij me. Ik heb alleen mijn sweater bij me. En dat is dus wel verkut, want de sportschool is al dicht. En ja, om dan helemaal daarheen te lopen voor een kussentje. Ik heb hem namelijk gisteren ook al gedaan, de hip thrust. Dus ik ga hem wel gewoon even laten zien, maar wel met licht gewicht. Want eigenlijk ben ik wel een beetje klaar met deze training. Maar het gaat om het idee, oké? Thank you.
belangrijk bij deze oefening is, is het heel ga gelijk wat je ze laat zien. Dat is een mooie gelegenheid om wat niet te demonstreren. Oh, dit is zo pijnlijk. Je moet echt een kusje doen. Wat heel veel mensen fout doen, is dat ze met hun rug of buik mee gaan brengen. Dus dan gaat ze maar zo. Maar ze bewegen helemaal zo. En wat je moet doen, is je moet echt vanuit je bekken bewegen. Je moet je bekken kantelen en je doe je echt je pelvis, hoe ze dat noemen, doe je omhoog. Dus het is dus volgt uit. Keer op je borst. Ik ga het niet helemaal naar beneden. Bekken laten zakken. En dan maak je bekken, boven en lopen. Niet helemaal zo te overstrekken. Je wordt je kont parallel zo. En dan je vast. Ja. En ik doe zelf altijd 4 keer 12. Oké, nou het begon zo goed. Mijn vlog vol goede moed. Maar ja, met de camera leeg was had ik eigenlijk zoiets van ja, zou ik het wel afmaken, maar het is zo zonde. Ik vind het eigenlijk best wel leuk om dit te doen. Dus nou, ik hoop dat jullie er wat aan hebben gehad. Als jullie vragen hebben over oefeningen of andere vragen, shoot hier beneden. En ja, mijn wedstrijd is natuurlijk over 4 weken. En dat wordt de eerstvolgende vlog. So, stay tuned als je het leuk vindt.